Wat kom jij hier doen? Ik ga meehelpen voor de opvang te redden. Dat is flink van u. Ja, maar ik wil dat niet omdat de sluit. Ah, dat is goed. En hoe oud ben jij? 5. 5. Proficiat. Vooraleer dat we met een agenda beginnen, zou ik even het woord willen geven aan de burgemeester. Dank u, voorzitter. Ik ben afgesproken met het Schepencollege en de meerderheidspartij dat ik even het woord zou nemen. Net op het groot aantal aanwezigen dat ons altijd wel plezier doet als er veel mensen aanwezig zijn om de gemeenteraad te komen volgen. Alleen lijkt het nu net iets meer volk te zijn dan gewoonlijk, maar in ieder geval welkom. Er is de laatste weken in landen heel wat te doen met betrekking tot de buitenschoolse kinderopvang. Vele ouders zijn ongerust en vrezen dat er vanaf september 2015 geen buitenschoolse en voor- en naschoolse opvang meer zal zijn. Ikzelf ben vader van 2 kinderen die dagelijks worden opgevangen in de voor- en naschoolse opvang. Ik besef dus heel goed hoe belangrijk het is voor de ouders dat er goede, kwalitatieve en betaalbare opvang voor de kinderen is. Sinds 2001 gebeurt opvang door de VZW Stekenvlees. De stad stelt hiervoor lokale gratis ter beschikking en geeft hiervoor een subsidie. De ouders bijdrage, hetgeen de ouders betalen, gaat volledig naar de Stekenvlees. Sinds de opstart van WKO Stekenvlees steekt het aantal kinderen ieder jaar opnieuw. Om deze groeiende opvang op een veilige en kwaliteitsvolle manier te organiseren, werden in verschillende locaties verbouwingen uitgevoerd en werd er bijkomend personeel aangeboden. Sinds 2007 werd de limiet van de toegestaande bezetting in verschillende locaties ver overschreden. Dit jaar werden er tot 99 kinderen geteld in de opvang, daar waar maar plaats was tot 50. 50 goedgekeurde plaatsen, waardoor de veiligheid niet kan gegarandeerd worden. In 2009 ging daarom de huiswerkklas van start. Kinderen vanaf het 3e leerjaar die aan opvang genoten de Stekenvlees kregen vanaf dan huistaak werkbegeleiding. Ondanks de opstart van het project huiswerkklas bleef er een acuut capaciteits- en huisvestingsprobleem vanaf 2007, wat resulteerde in een negatief inspectieverslag in 2013 van kind en gezin met betrekking tot de capaciteit en de infrastructuur. Het huidige stadsbestuur maakte een prioriteit van de zoektocht naar een geschikte opvanglocatie in het centrum van Lande, maar vond geen enkele ruimte die voldoet aan de regelgeving van kind en gezin. Om die reden was er geen andere mogelijkheid meer om de Duitse kinderopvang anders te organiseren en voluit te kiezen voor een duurzame oplossing die voldoende garantie biedt op een opvang die op alle vlakken voldoet aan de regelgeving en aan een nieuw decreet, nu en in de toekomst. En inderdaad, hierover wordt ondertussen al meer dan een jaar onderhandeld met de scholen en het Stekenvlees. Zo werd uiteindelijk de reorganisatie al met 1 jaar uitgesteld, naar september 2015. Maar uitstellen betekent ook dat de capaciteitsproblemen enkel maar toenemen. En in plaats van een tijd te kopen en het risico te lopen om na opnieuw een negatief verslag de deur te moeten sluiten, kiest de stad ervoor om toekomstgericht te werken in het vooruitzicht van het nieuwe decreet, mee te zijn met zijn tijd en actief in te zetten op het concept van de brede school, waarbij een nauwere samenwerking met de scholen wordt aangemoedigd. Het uitgangspunt van de stad is dat er voor alle kinderen in landen een duurzame en kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang moet blijven bestaan. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat de stad een samenwerkingsovereenkomst heeft met Stekenvlees. Het bestuur wil de opvang organiseren samen met de scholen, zodat er voldoende voldaan wordt aan alle wettelijke en decretale bepalingen. Hiervoor voorziet de stad dezelfde financiële inspanning
Er wordt dus zeker niet bespaard ten koste van de opvang van de kinderen. De schoolnetten zullen hierbij op een gelijke wijze gesubsidieerd worden en waarbij de scholen de mogelijkheid hebben om op basis van deze subsidie een beroep te doen op externe instanties zoals STVB's om deze kinderopvang mee te organiseren. Er werd vanaf 2013 al overlegd met STVB's en de diverse onderwijsnetten. De scholen kregen vanwege de stad een aantal praktijkvoordelen. En nogmaals, de stad blijft zorgen voor gratis infrastructuur en opvang tijdens de vakantieperiodes. Er is dus geen enkele reden voor de ouders om zich ongerust te maken. En ik en het Schepencollege betreuren dan ook dat ondanks de gemaakte afspraken eenzijdig ouders worden ongerust gemaakt en zelfs door de kar worden gespannen van steekvoetjes. Zelfs mijn eigen kinderen stellen mij hierover vragen. Ik kan er nog aan toevoegen dat in 5 november, dus volgende week donderdag, er nog een overleg gepland is met de verschillende onderwijsnetten, waarbij de directies ook praktische voorbeelden meekrijgen van hoe binnen hun eigen onderwijsnet, binnen hun eigen inrichtende macht al opvang georganiseerd wordt, dat tegemoet komt aan het nieuwe decreet. Dank je, burgemeester. Dan sluit ik hier de openbare zitting. De volgende gemeenteraad is op 23 december, dinsdag 23 december, november is dat in de gemeenteraad. 23 december, ik dank het publiek voor hun aanwezigheid. Ik hoop dat ze op 23 december ook zo voortallig aanwezig zijn, want dan staat er ook nog een belangrijk punt op de gemeenteraad, namelijk het budget van 2015 en de meerjarenplanning voor de volgende jaren. Dan beginnen we wel om 7 uur, om 19 uur beginnen we dan, omdat het de begroting is normaal, de normale gang van zaken, dat we dan een uurtje voor beginnen. Alleszins bedankt voor uw aanwezigheid.